wie is jouw favoriete gemeenteraadslid? Maar zou ik nu weten. Hebben we die dan? Tom Wildberg. Maria Tataria. Iemand van mijn team wat binnenkort in de gemeenteraad gaat komen. SP meneer Meijers. Koos Voogd. Mag nog iets meer naar de deur hoor. U zet het meteen vast meneer Voogd? In deze stad, de hoofdstad van de inbraken en de dieverij, moet je je voorbereidingen treffen. Hè? Jij komt ook, hè? Zo, nieuw doek. Wat dan? Je bent blij zijn niet. Nee. Nou, als u op 19 maart dat ding open doet, helemaal bovenaan, ja, staat lijst 1 hoor. Het is echt waar hoor, staan wij op. Lijst 1. Hans had een hele grote partij. Voor mij niet. Het is wat verminderd, maar hij is... Voor mij is er wat mee gebeurd. Kijk. Het blijft volhouden, hè. Koos, kom even kijken. Hier, zo hoort het erop, ja, hè. Ja, dat weet ik maar. Oh, dan komt hij aan met de auto, dus we willen helemaal niet kijken. Ja, natuurlijk. Super, zeg. Is de daar niet aan de kant? Oh, niet voor de binnenstad. Ja, dat is wel mooi. Zo. Ja, dit zijn de goede. Ja, dat is mooi, hè? Dit zijn de goede berichten. Ja. Ja. Goedenavond. Hoi. Volgens mij kunnen we naar deze kant. Ja, waar? Hier ook. Politiek café. Kun ik hier ook even wat vragen? Welkom bij de VVD in Amersfoort. Nog 15 dagen morgen op de kop af. Dan zijn het gemeenteraadsverkiezingen. En afgelopen zaterdag is daar de aftrap voor gegeven in Rotterdam. Wij hebben hem vandaag. Dames en heren, ik presenteer u de minister-president van Nederland, Mark Rutte. Bravo! Bravo! We waren net bij Wim Pot. Kent iedereen Wim Pot? Ja, wie weet niet wie Wim Pot is? Helemaal niemand. De bekendste verhuizer van dit deel van Nederland. Ik kan jullie zeggen, ook de Tweede Kamer wordt verhuisd. Hij vertelde me dat hij hoopte op veel politieke crises, want er wordt er veel verhuisd in de Tweede Kamer. Dankjewel. Ik wil Danielle vragen of zij naast Mark op het podium komt. En dan wil ik eens wat vragen ophalen uit de zaal. Ik vind het dus heel vervelend dat een woningbouwcorporatie die rücksichtloos zegt, ja, we mogen 4% vandaag, dat doen we dan. Voor de hogere inkomens vind ik het gewoon, anders geen woning tegen te gaan. Want allerlaagste inkomens vorig jaar 4%, nu weer 4%. Dat is al besloten. Mag ik een paar dingen reageren? Want in het begin zijn een paar misverstanden tussen u en mij die ik echt wil oplossen. Want ik wil u volgende keer gewoon VVD stemmen op 19 maart. En dat gaan we vanavond ook met elkaar doen. Dat gaan we bereiken. 4% dit jaar, vorig jaar 4%. Normaal is het 2,5%. En in verband met scheefwonen is vanuit Den Haag bedacht dat hogere inkomens meer huur moeten gaan betalen, zodat ze opschuiven uit een huurwoning naar een koopwoning of een duurdere huurwoning. Zodat er dus in de sociale huurwoningen voor nieuwe huurders woningen vrijkomen. Heeft de minister-president u een klein beetje op weg kunnen helpen? Nou, hij heeft enigszins begrepen wat ik bedoelde. Maar ik heb gezegd, ik stuur nog een hele grote envelop, volgeplakt met rozen en bloemen, zodat u weet dat het uit de bloemenbuurt komt. Want daar zijn soms hele schrijnende situaties van mensen die zelfs een 10 euro huurverhoging eigenlijk niet meer kunnen betalen. Want het is een stapeling van zorgkosten wat omhoog gaat. Energielasten in onze ongeïsoleerde woningen zijn heel erg hoog. Wie gaat er wat aan doen hier in de lokale politiek? Ik ben met verschillende partijen in gesprek. De bestaande partijen hebben het eigenlijk een aantal jaren laten liggen, dus het is heel kwalijk. Wie is nou uw favoriete gemeenteraadslid als het daarover gaat? Aankomend gemeenteraadslid vind ik Maarten Flikkema, die hier is van de VVD. Lijkt mij heel goed. Het idee, Sofie aan tafel, is de saamhorigheid. Nodig onbekende bekenden bij elkaar aan tafel. Tijdens de G1000 top is dat natuurlijk een fantastisch voorbeeld, want er zitten allerlei burgers die elkaar niet kennen, zitten met elkaar aan tafel. Dus bij deze een uitnodiging om tijdens de G1000 top toch even aan te schakelen. Nou, zeer veel dank. Ik heb alleen dan, althans ik niet, maar de koning ontvangt dan de Chinese president. En ik geloof dat ik daar ook iets voor doe, dus ik weet niet of het helemaal lukt. Meneer Rutte, even voor alle duidelijkheid. U komt hier niet in de gemeenteraad. Nee,
En u wordt ook geen burgemeester? Ook niet. Dus nee, dan is het helder, want u bent wel, zegt u, de enige echte lokale partij. Klopt. Er is één partij die echt weet wat er lokaal speelt. Die ook echt zijn wortels in de gemeenschap heeft. En dat is de VVD. Ik werk met zeer moeilijk lerenden. Allemaal kinderen die op de Waajong aangewezen zijn. Maar ik kan ze niet meer kwijt. Doe ik iets verkeerd? U bedoelt niet meer kwijt? Waarheen? Nou, ik kon ze nog wel eens in een bedrijf kwijt. Ik kon ze nog wel eens bij de sociale werkvoorziening kwijt. Daar zit de boel al op slot, al een tijd. En die jongens gaan nu van school af, willen wat, maar zitten thuis. Ja, daarom is nu de participatiewet gemaakt. Die is nu in de Tweede Kamer behandeld. Die moet nog naar de Eerste Kamer. Daar is heel veel steun voor. En die maakt het nu mogelijk om of je nou Waajong of bijstand of al die andere afkortingen bent. Dat we echt maatwerk kunnen toepassen om in dit geval jonge mensen een kans op de arbeidsmarkt te geven. U had het over de gemeente. Nou, hier op de Bodenkamer had ik een van mijn leerlingen stage lopen. Beviel uitstekend. De bodes die zeiden dat ook. Ja. De jong, voor wat zijn mogelijkheden waren, presteerden die. Ik heb de wethouder onderwijs en sociale zaken combinatie, nou mooier kan niet zou je denken. Uitgelegd dat het hem maar een paar tientjes zou kosten. Ik heb hem niet uitgelegd dat hij er zelfs geld aan overhield als hij hem in dienst nam. Maar het gebeurt niet en ik moet wel op overheidsinitiatief het bedrijfsleven gaan vertellen dat ze die mensen in dienst moeten nemen. Ja, het mooie van de afspraken die we gemaakt hebben is, het gaat om 125.000 plekken in Nederland voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen bij de overheid, ook in het bedrijfsleven. Dat zijn de afspraken die we nu in de participatiewet gemaakt hebben. Zodat bijvoorbeeld hier op de bodendienst niet meer regeltjes in de weg staan om zo'n plek te kunnen laten bestaan. Maar als iemand daar goed functioneert, die daar ook kan blijven. Mijn naam is Koos Voogd, ik ben raadslid hier voor de VVD. Jij hebt het vaak over veiligheid, Mark. Daar hebben we al meer over gesproken. Nou zijn wij op dit moment inbraakhoofdstad van Nederland. Ik vond Mark erg enthousiast en toch ook nog genuanceerd. Hij blijft altijd heel enthousiast, ook al is het windkracht 10 tegen. Hè? Ja, dat is ook zo. Maar als je een land wil besturen, moet je niet de boel gaan versomberen. Dat Koos gekozen moet worden is om het simpele feit dat het een van de beste raadsleden is. Iemand die altijd klaar staat voor de mensheid en ook alles wil uitzoeken voor de mensheid. En dus ook wat dat betreft voor mij de meest geschikte kandidaat. Hier heb je mijn vriend waar ik het vanavond over had. Ja. Maar we doen niet aan vriendjespolitiek toch? Wij wel. Meneer Van Wegen, nog een advies voor de kiezer? Doe gewoon normaal en stem lokaal in Amersfoort. Ik ga u bedanken voor uw aanwezigheid hier en ons verhaal. En wens u veel succes. En ik ga u bedanken voor alles wat u hier doet. Niet alleen voor de media, maar ook het fantastische werk wat u levert voor jongeren die aan de slag willen komen. Ik heb het graag gedaan en dan kan meneer Buitelaar meteen tegen een andere collega weer zeggen dat ik met al die complimentjes, waarvan ik een hele volle schuur heb inmiddels, toch bij Stadturren niet kan afrekenen. En ik zie aan u dat u niet opgeeft. Bedankt. En dat zijn echt. Doe het nou weer gewoon. Wij verstoppen een mooie poster met een gouden ster ergens in de stad. En degene die die poster heeft ontdekt en zichzelf op de foto heeft gezet, die mag vanavond bij jou op de foto. Hey, gewoon zo. Dan moeten we er zelf maar heen. Nou, wij gewoon. Nee hoor. Ja, nou is het is wel jouw finest moment, hè? Ja, absoluut. Het was een fantastisch moment, ja. Ga je nou ook op hem stemmen? Ja, ik kan niet op hem stemmen. Hè. Weet je al? 19 maart kan ik niet op hem stemmen. Nee, dat klopt. U wordt genoemd. Niet alleen hier, maar veel. Okay. Maar dat is de snelste manier om in de politiek zoek te raken, hè, als je genoemd wordt. Als ik positief genoemd word, is het goed, toch? Ja, maar ja, soms dan worden ze opeens genoemd en dan weet je het wel, hè? Oh, om in Den Haag terecht? Nee. Eerst hier maar eens even kijken wat ik gaat u hier doen? Ik ga hier me inzetten voor een veilige stad en een betere economie hier in de stad. En goede bereikbaarheid. Eén aanstaande vraagje. Wie is uw favoriete gemeenteraadslid? Favoriete gemeenteraadslid? Ja, maar dat is natuurlijk Danielle. Dat is onze fractievoorzitter hier. Dat wilden we maar even weten. Precies. Dank u. Fantastisch.